Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Marlisa en ik heb vandaag een video die reageert op een video die ik al eerder heb gemaakt. Namelijk mijn puppy shoplog. Op een of andere manier is deze video een van de langst en best bekeken video's van mijn kanaal. Ik heb die een jaar geleden gemaakt toen we wisten dat de Boris konden ophalen. Ik denk dat ik het een week of twee daarvoor heb gemaakt. Omdat ik wilde zien of er nog dingen waren die ik nodig had of niet. Maar toen had ik eigenlijk in principe alles al binnen voor de puppy. En ik heb dus laten zien in de puppy shoplog wat ik allemaal heb gehaald om voor een puppy te zorgen. En ik dacht, het is een leuk idee om te laten zien welke producten ik ervan echt heb gebruikt. Wat ik ervan vond. Of ik dingen miste. Of er dingen onnodig waren. Etcetera. Dus, ben je daarna benieuwd? Blijf dan vooral kijken. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan en geef deze video een duimpje omhoog. Want het helpt mijn kanaal heel erg. En we gaan beginnen met de puppy shoplog review. Voordat we naar de producten gaan, wil ik wel vermelden dat Boris nu 14 maanden is. En het is natuurlijk een rottweiler. Dus sommige van deze producten zouden misschien prima werken als jij een shishu of een tekkeltje hebt. Maar als jij een rottweiler hebt, die worden gewoon heel groot. Boris, toen we hem kregen, woog hij 8,5 kilo. En hij weegt nu ruim 50. Het allereerste wat ik in de video liet zien was de bench. En ik ben heel blij dat we een bench hebben genomen die nog niet gelijk te groot was voor hem. Of waar hij in kon groeien. Ik had echt gezien dat het een soort van klein veilig haventje voor hem was waar we hem in konden stoppen. Uiteindelijk hebben we met 4,5 maand een grotere bench gekocht. Als ik hem nog kan vinden, dan link ik hem eventjes beneden. Ik geloof dat hij 1,20 was bij bol.com. Hij heeft een uitneembare laag, wat heel handig is om even schoon te kunnen maken. En deze blijkt uiteindelijk ook een tussenschot te hebben. Dus hadden we kunnen gebruiken om hem gelijk een knusbenchje te geven. Maar dan was hij waarschijnlijk wat minder makkelijk te verplaatsen. En het was voor ons echt wel even kijken welke plek het meest normaal leek. Of het meest logisch leek in ons dagelijks leven om een bench in te hebben. We hebben namelijk een tijdje in de eetkamer gehad. En dat was uiteindelijk toch niet zo handig. Hij is een tijdje in de eetkamer of in de keuken gestaan. Dat is niet heel handig zodra het mooi weer werd. En uiteindelijk staat hij nu onder de trap, want hij slaapt alleen nog maar in zijn bench nu. Overdag loopt hij gewoon los. En dus nu kan hij ook echt van een hele grote bench gebruiken. Deze is echt groot genoeg dat hij kan staan en draaien en kan doen. We hebben er zelfs een klein waterdrinkbakje in. Ook van bol.com, ik zal hem wel linken. Dat is heel handig voor als we wat langer weg zijn. Maar eigenlijk de laatste half jaar zit hij buiten in een hok. In de schuur die naar een ren naar buiten leidt. En daar heeft hij ook zijn waterbak. Maar mocht het bijvoorbeeld net als vandaag warm weer zijn, dan krijgt hij vanavond dus in zijn bench ook een klein beetje water. Dat hij nog in ieder geval wat kan drinken. Mocht hij overdag nog niet genoeg gedronken hebben. Het enige wat ik hierbij wil zeggen is wat ik anders tevoren wel had bedacht. Maar wat we niet hebben gedaan. Is we hebben niet aan bench training gedaan. Bench training is eigenlijk zeg maar dat je besluit dat op het moment dat je niet op de hond kan letten. Of dat het tijd is om te rusten of om te slapen. Dat je je puppy in de bench doet en dat je de bench dicht doet. En dat hij er dan 2 uur in de bench zit en dan zodra hij hem eruit laat. Laat je hem plassen, ga je met hem spelen en zodra hij moe wordt gaat hij weer terug in de bench. Dat hij leert dat de bench is om te slapen. Wij hebben dat eigenlijk vanaf het begin af aan alleen maar voor de avond gedaan. En daarom gebruikt hij overdag zijn bench nooit. Had hij dat wel gedaan, had hij waarschijnlijk veel minder geknaagd aan mijn muur, mijn eetkamerstoelen, schoenen, speelgoed, gordijnen, keukenkastjes. Noem het maar op. Hij heeft zelfs een keer mijn leren portemonnee stuk gemaakt, omdat hij bij het hengsel kon. Hij heeft veel kapot gebeten, omdat op het moment dat je een puppy niet in de gaten houdt, ze gaan knagen, omdat hun de wereld verkennen met bijten. Want ze hebben natuurlijk geen duimen en handen en vingers om af te voelen, dat doen ze allemaal met hun mond. Dus mocht je nog een puppy hebben, doe aan benchtraining. Nu vind ik het voor Boris niet meer nodig, want hij blijft over het algemeen overal vanaf. Als hij gaat knagen aan. Nu is het uit pure verveling dat ik denk, misschien moet ik je even aandacht geven. Maar over het algemeen vermaakt hij zichzelf. En loopt de hele dag buiten de struinen en kan hij eigenlijk niet heel veel meer kapot bijten. Tweede ding wat ik heb laten zien bij de hondenbedden. En ik ben zo blij dat ik die bij de Wish heb besteld. Hij heeft uiteindelijk helemaal niks eraan gehad. Ja, 10 minuten speeltijd om de pluisjes eruit te halen en rond te strooien. Er is een hele korte periode geweest waarin hij de large kussenbed heeft geprobeerd te gebruiken als plaats. Maar hij vond het gewoon niet leuk. We hebben het echt wekenlang geprobeerd met het advies van de hondentrainer hoe we hem op plaats konden krijgen. Omdat hij van ons niet per se overdag in de bench hoefde te rusten. En dat hij dan bij ons mag zijn, maar dan wel op zijn kussen, vlak bij ons.
Boris die ging gewoon altijd standaard naast het kussen liggen. Hij vond het kussen niet fijn. Hij lag veel liever op het laminaat, op de keukenvloer, op het gras, maar niet op het kussen. En het werd uiteindelijk een speeltje voor hem om ermee te scheuren en de pluisjes eruit te halen. We hebben het extra large met een tijdje in zijn hoek in de schuur gehad. Dat heeft hij nu. En hetzelfde verhaal. Hij gaat erop liggen knagen, hij gaat de pluisjes eruit halen. Maar hij gebruikt niet als bed. Dus voor ons was het zeker geen lust. Het volgende waren de puppy blankets. En ook hierbij ben ik heel erg blij dat we daar niet in geïnvesteerd hebben. Deze waren €1 van de Wish. En hoewel ik ze voor de puppyperiode heel fijn vond, daarna heb ik ze nooit meer gebruikt. In het begin vond ik het echt heel fijn om er tegenaan te liggen of om zelfs onder te liggen als een klein babytje. En ik moet zeggen, ik weet niet of dat de Rottweiler eigen is, of dat het gewoon puur met onze hond is. Maar hij vindt het nog steeds fijn als iets over hem heen ligt. Wat eigenlijk heel raar is voor een hond. Maar hij loopt nu nog steeds bijvoorbeeld achter de gordijnen langs en dan gaat hij zo op liggen. Dat de gordijnen een beetje zo over hem heen draperen. Of op het moment dat hij ergens een jas of een deken of iets op de grond vindt, dan gaat hij er ook proberen een beetje onder te kruipen. Zodat hij een beetje over hem heen ligt. Als ik nog een foto kan vinden van hem, dat hij als puppy zijnde onder zijn stukje deken wat hij meekreeg uit het nest ligt. Dat wil ik even bijvoegen. Zo ligt hij gewoon het liefst. Gewoon ergens half onder. Dus daarvoor waren ze handig, maar op een gegeven moment werd hij gewoon te speels en te druk. En heeft hij ze gewoon kapot gebeten. En ja. Het volgende wat ik liet zien was de babykruiken. Ik zou iedereen aanraden, alleen omdat het zo schattig is. We hebben het eigenlijk alleen gebruikt op het moment dat hij 's nachts in zijn bench moest liggen en alleen moest zijn. Denk ik dat het geholpen heeft voor hem om minder zijn nestgenootjes te missen? Nee, dat denk ik niet. Het was nog steeds een hel de eerste paar nachten. Ik heb nog nooit van mijn leven zo weinig geslapen. Maar ik vond het wel heel schattig om te zien. Want iedere keer als hij tegen... we hebben dan die kruik en er deed warm water in. En daar hadden we dan een heleboel werksokken overheen gedaan. Zodat hij het wel warm was, maar niet te warm. En hij ging er wel altijd tegenaan liggen. Hij vond het wel altijd heel fijn om tegenaan te groelen. Maar om nou te zeggen dat het echt heel erg hielp om... Ja, misschien wel. Want uiteindelijk heeft hij maar... Ik ga zeggen, in 8 of 9 nachten minder dan 6 uur aan een stuk geslapen. Wat op zich best wel lang is. Als je bedenkt dat ze natuurlijk ook moeten plassen 's nachts. Dus misschien heeft het bijgedragen, misschien niet. Het was in ieder geval wel heel schattig om te zien hoe hij er tegenaan kroop. Dan de voerbak. Dat was een hele goede investering. Ik weet nou niet hoe duur die was. Ik moet denken. Ik weet wel dat ik hem goedkoper had gevonden in de dierenwinkel dan dat hij op bol.com was. Maar hij is echt wel heel erg handig van pas gekomen. Vooral omdat Boris een wat grotere hond geworden is. En natuurlijk heel erg hard is gegroeid het eerste jaar. Vooral omdat Boris natuurlijk in een jaar dat heel veel gegroeid is. En het voor grotere honden gewoon beter is om staan te eten. Was dit echt wel gewoon een hele handige voerbak. Want we begonnen gewoon echt op het allerlaagste stand. En dan kon hij er net overheen om te eten. En naarmate hij groter werd, ging hij hem iedere keer een stukje omhoog doen. Hij is nu op de hoogste stand. En hij kan gewoon met een ontspannen nek gewoon eten. Dus dat is natuurlijk heel goed. Het ziet er nog steeds prima uit. Makkelijk schoon te maken. De bakken doen het gewoon goed. Past alles in. Ik ben er helemaal blij mee. Dan de tuigjes. Oh, wat ben ik blij dat ik gewoon bij de Action tuigjes heb gekocht en niet bij de dierenspeciaalzaak. Want Rottweilers groeien mega hard. Ik denk dat we op een gegeven moment iedere week wel een bandje lossen moesten doen. Omdat die gewoon zo snel, zo hard groeiden. En de tuigjes vond ik echt van het puppy zijn. Dus op het moment dat je ze nog echt fysiek moet verplaatsen. Of omdat ze aan het plassen zijn. Of omdat ze nog niet zo ver kunnen lopen. Of omdat ze bijvoorbeeld, in ons geval, we hebben een vrij hoog opstap van de voordeur naar het plateau naar buiten. Dat heeft echt nog wel, ik denk 2 maanden geduurd dat ik dat zelfstandig kon. Dus iedere keer moest ik hem eigenlijk toch eventjes een zetje geven voor het in en eruit. En dat was wel heel handig om dat met een beetje met dat tuigje ook een beetje erbij te kunnen doen. Dat je hem en dat je tuigje kon pakken en dan moest ik hem zo naar buiten kon tillen. Maar we zijn er heel veel riemen heen gegaan, want hij knaagde erop. En een Rottweiler is heel sterk. Dus als je dan een heel dun, ielig touwtje hebt van de Action, dan was het 2 knaagjes en dan had hij zijn riem half doormidden. Niet heel handig. Hij heeft nu ook een riem, die was wel van dierenspeciaalzaak. Het is zo'n 5-loopsring, dus je kan 5 standen zetten, groot maken, klein maken, delen met andere riemen. Die had hij nog geen 24 uur. En toen ging mijn vriend met hem wandelen en nu kwam iemand tegen en toen heeft hij de riem op de grond gelegd en heeft hij zijn voet erop gezet. Want Boris ging liggen, zoals hij met de puppy hoort te doen. Maar die ging er wel aan knagen. Dus heeft die loop er midden geknaagd. Dus nu zit er geen handvat meer aan. Maar dat doen we nog steeds mee. Want
Dat werkt gewoon prima. Dat is op zich niet zo heel erg. Het was een vrij lange ring. En hij was ook heel duur. Dus ik had zoiets van... Never mind. Maar houd er dus rekening mee. Ik ook niet gelijk een hele dure ring. Als je verwacht dat je pupje nog heel te gaat groeien. Doe het niet. Het joggingsriempje. Oh, wat was dat een briljant idee met zo'n slechte uitvoering. Het nadeel van dit joggingriempje, en ik denk dat het ook gedeeltelijk omdat het van de Action afkwam, was dat het, hij kon wel gewoon goed om je middel, maar dan was het riemgedeelte van je middel naar de hond zelf, is vrij kort en wel vrij elastiekig. Dus ik kon Boris er wel aan vastmaken, maar dan kon hij echt geen millimeter bij me vandaan. Dus dan ging hij natuurlijk al snel dat je denkt, ik moet niet op me staan. En naarmate die groter was, luisterde hij ook al gewoon, of dan vond ik het ook heel irritant als hij iedere keer... Want was hij natuurlijk ook best wel sterk. Het enige waar we deze riem nu wel voor gebruiken is als verlengstuk. Dus tussen zijn gewone, we gaan een rondje plassen riem. En we gaan echt een stuk wandelen. Als we nu echt een stuk gaan wandelen, zijn we bijna een drie kwartier onderweg. En Boris is gewoon een hond. Dus als een hond wat ruikt, dan wil hij daar naartoe. En het nadeel met de grote sterke honden is dat het ook heel erg snel een beloning geeft. Want als we naar links willen, eer dat jij ze gestopt hebt met naar links te gaan, zijn ze al naar links. Zijn ze al waar ze willen zijn. Dus ze trekken best wel gemakkelijk eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk gewoon, ja, de beloning is groot om te trekken. En de joggingsriem zit natuurlijk een veer in. Dus op het moment dat wij zien dat hij gaat trekken, dan rekt die veer uit. En dan kunnen wij hem nog terughalen. En dan is hij toch, zonder dat wij continu die trok aan onze arm krijgen, toch niet bij ons vandaan geweest. Dus daarvoor gebruik ik hem nu wel. Om hem echt te voorkomen dat hij dingen gaat knagen en uit je buurt gaat, vond ik hem niet heel handig. Het volgende product wat ik liet zien is de 5 meter riem. Again, leuk idee. Kan een goede uitvoering hebben, was in ons geval niet. In ons geval betekent dat Boris vooral heel erg gefrustreerd werd op het moment dat wij buiten waren en we deden hem aan die riem ergens aan vastmaken. Hij ging dan vooral zichzelf in de knoop brengen en aan de riem knagen omdat hij los wou. Niet omdat hij dacht van, hé, wat heb ik lekker veel bewegingsvrijheid en hier ga ik het mee doen. Echt voor lange wandelingen hebben we hem ook niet gebruikt, want voordat hij oud genoeg was om zo ver te mogen wandelen, had hij hem al kapotgebeten. Dan de autogordelriem. Deze was ook van de Wish. Ik denk voor 1 euro of voor 2,50 euro. Dat was alleen voor verzendkosten. Die hebben we echt wel een hele poos gebruikt. Ik vond hem zelf ook heel handig. Aangezien in mijn auto sowieso al 2 kinderzitjes zitten. En ik eigenlijk ook niet echt wilde dat Boris voorin ging zitten. Met het risico dat hij dan naar mij toe zou springen. En een auto-ongeluk zou veroorzaken. Ik zette Boris gewoon in het midden. Zeker als we naar hondentraining gingen of zo. Klikte ik hem vast in de auto en... Ik denk dat het echt wel heeft geduurd tot halverwege zijn elementaire gehoorzaamheid, zijn tweede cursus, voordat hij door had dat hij die ook kapot kon bijten. En toen was hek van de dam en sindsdien moest hij gewoon in de kofferbak. Hij werd ook wel een beetje erg groot om op de achterbank te blijven zitten. Zou ik het aanschaffen? Ja. Zou ik het bij de Wish bestellen? Ja. Want ze zijn bij de Wish van dezelfde kwaliteit als die ik in de winkel heb gezien en in de winkel zijn ze gewoon 13 euro. Dus dat is echt wel dat ik denk, als je van plan bent om met je hond naar de puppycursus te gaan rijden, of dat je hond al is maar 1 keer per week in die auto moet zitten, autogordel is wel heel erg fijn. Fijn idee ook voor jezelf, komt auto-ongelukken, bijt ze misschien een keer kapot. Ja, dat zou kunnen. Maar als je ze bij de Wish bestelt, kost dat het geld ook niet. Dan de poepzakjes. Natuurlijk heb je poepzakjes nodig. Je hebt er een heleboel nodig. Heb je er eentje nodig met een fancy houdertje? Nee. Gebruik ik het houdertje nog wel eens? Nooit. Maar poepzakjes, ja, die zijn gewoon een must. Je moet gewoon echt wel heel goed poep rapen. I'm sorry. Ja, dat moet. Ja, dat is een must. Dan het bijtspeelgoed, namelijk de kongs. Ik dacht echt van, dit is echt gewoon zo'n splurge. Dit is gewoon hartstikke duur. Het idee vond ik heel leuk om daar al met allerlei receptjes met vlees en brokjes en snoepjes en biscuitjes en kaas en pindakaas en noem maar op. Om het allemaal in die kong te doen en dan bevroren aan te geven zodat hij iets had om te doen als wij weg waren. Ja, dat is niet gebeurd. Ik denk 2 keer en Boris had daar geen interesse in. Die vond het hele idee van bevroren eten uit een kong likken helemaal niks. Wat hij wel leuk vindt is snoepjes eruit vissen. En voor de rest gebruikt hij gewoon echt puur om te bijten. Hoeft niks in, heb ik ook nooit meer echt gedaan. En er is 1 kong wel gesneuveld, maar dat was mijn eigen schuld. Omdat ik dus er vlees in had gedaan met allerlei gekke dingen. En volgens een Pinterest-achtig iets. En het was bevroren en dat heb ik aan hem gegeven. En toen dachten we dat het op was en het was niet zo. Dus dat hebben we na 4 dagen weg kunnen gooien. Maar die andere doet het nog steeds. Speelt hij nog steeds mee. Hij sleurt hem overal mee naartoe. Vindt het heerlijk als we ermee gooien. Of als we er snoepjes in doen en hij kan ermee gaan rollen. En het blijft heel. Echt, want het ziet er niet meer uit als nieuw. Maar het ziet er ook niet uit dat er heel veel opgebeten is. Dus
heel goed speelgoed als je weet dat je een hond gaat krijgen met hele sterke kaken. Heel goed speelgoed. Zou ik zeker aanraden. Dan de pot met snoepjes. Het was echt heel random, maar ik ben heel blij dat ik het erin heb gestopt. Want dat is echt iets wat we nog steeds dagelijks gebruiken. De snoepjes voor de hond staan gewoon bij ons op het aanrecht. Zitten in die luchtdichte pot. Die past bij ons interieur. Ieder kind kan die deksel makkelijk open doen. En Boris laten zitten, liggen, op zijn zij, aan de voet, blijf, noem het maar op. En hem een snoepje geven. We houden die pot gevuld. En ja, Boris weet gewoon als zodra die pot deksel open gaat, dat hij een snoepje krijgt. En dan komt hij heel braaf naast je zitten. Dus ook prima afleiding voor als hij ergens mee bezig is waarbij hij niet mee mag bezig zijn. Ik vond het een handig idee dat je altijd op één plek twee snoepjes hebt. En dat is voor ons echt ook wel gebleken het afgelopen jaar. Gala aan snoepjes laten zien. Dat heeft denk ik een maand geduurd en toen waren ze allemaal op. Dus ja, koop heel veel snoepjes. Want je gaat er gewoon heel veel doorheen. Zeker die eerste paar weken als je met de hond aan het trainen bent. Met zit, met lig, met af, met blijf. Als je negatief gedrag wil corrigeren is het heel handig. Dus genoeg snoepjes voor beloning is echt wel een must. Aparte handdoeken spreekt voor zich. Hartstikke handig. Veel gebruikt in de regen. Met de modder. Met douchen zelfs. Heel fijn dat hij aparte handdoeken heeft. Ten opzichte van de rest van de gezinsleden in dit huis. Shampoo ook echt wel een must. Hebben we ook echt een aantal keer gebruikt. Zeker in de eerste paar weken. Nu een stuk minder. Maar af en toe gebeurt er wel iets dat hij in de vijver is gesprongen. Of ergens in heeft gelegen. Dat niet helemaal zo fris is. En dat we hem even kunnen afspoelen ermee. Hartstikke handig. Gewoon van de Lidl. Hoeft niet speciaal te zijn. Super handy. De borstels, ook dat vond ik wel handig. Ja, het is wel een must. Ligt natuurlijk aan wat voor ras je hebt. Boris verhaart niet zo heel erg veel. Zomaar één of twee keer per jaar dat hij echt heel veel haren heeft. Die loszitten. Voor de rest vond ik het vooral handig om hem eraan te laten wennen. Nu, ja, hij bijtte de eerste paar keer. Nee. En dan kan je hem gewoon borstelen. Dus voor de gewenning is het heel handig. Ligt natuurlijk aan wat voor ras je hebt. Dan de speeltjes. Dit is echt, oh wat was ik naïef in de gedachte hoe sterk een rottweiler zou worden. Er is geen enkel speeltje uit die hele hol die het overleefd heeft. Geen enkele. Het enige die het lang heeft volgehouden was het gekleurde touwtje en Teddy de Beer. That's it. En dan moet ik zeggen dat hij Teddy heel erg leuk vond. Dus hij was er ook wel redelijk voorzichtig mee. Dus uiteindelijk heeft hij een tweede Teddy gekregen en ook die heeft het niet langer volgehouden als een dag. Het was al een oortje vanaf. Op dit moment is zijn meest gebruikte speelgoed de kom, die het nog steeds volhoudt. En hout. Maar bijvoorbeeld van die paden waarmee je een hei kon omheinen voor schapen. Zo'n soort tak heeft Boris, zo groot en zo dik. En daar speelt hij mee en daar kraagt hij mee. En dan kan je hem gooien en dan gaat hij hem halen. Dat vindt hij leuk. Anders als dat, hij maakt het stuk binnen no time. Een frisbee, een bal, een trektouw. Trektouw, we hebben van die hele grote, weet je, van die, waar zo'n loop aan zit en dan twee van die grote touwen. Dat gaat, maar dat kan hij dus niet alleen, want dan gaat hij dus het touw opeten. Maar dat kan hij dus wel alleen. Maar alles wat ik in die hal heb laten zien, dat heeft het niet overleefd. Hij is gewoon niet heel handig en hij is gewoon echt heel sterk. Dus een beetje jammer. Dus qua speeltjes, ja. Als je een grotere, sterke hond neemt, wees voorbereid dat je echt een heleboel speeltjes moet hebben. Ik denk dat ik één ding ben vergeten, dat is een trainingssnoepzakje. Dat is echt een must. We hebben het heel veel gebruikt, ook buiten om de trainingen of de puppycursus en de elementaire gehoorzaamheidscursus om. Hebben we echt heel veel gebruikt. Sterker nog, we gebruiken het nu nog, niet meer dagelijks, maar wel echt wel heel erg vaak. Om het toch eventjes positief bij de les te houden en het niet continu negatief te horen corrigeren. Maar dat was het voor alle producten die ik in de puppyshop-blog heb laten zien. Ik zit te denken of er nog meer producten zijn die ik uiteindelijk heel erg belangrijk vind als je een hond hebt. En het enige wat ik kan bedenken is de GPS-fencing. En dat is alleen maar van toepassing op het moment dat jij geen omheinde tuin hebt. Boris heeft nu een GPS-halsband om. En als hij buiten een straal van zoveel meter komt, dan gaat dat ding piepen. En als hij dan doorloopt, dan wordt hij gezapt, zoals wij dat zeggen. Krijgt hij een stimulans om terug te rennen. En dat is in ons geval wel heel handig, want wij wonen buitenaf, maar wel omringd door dijken waar auto's rijden. Dus we zijn niet omheind in onze tuin. Dus onze tuin is niet omheind en er is een kans dat hij onder een tractor of onder een auto terecht kan komen als hij buiten die grens heen gaat. En nu kan hij toch hele dagen lekker rondstruinen. Dat is het denk ik voor de rest. Hebben wij geen dingen gebruikt die ik niet heb genoemd nog?
dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als dat was het van deze video, een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. Ook om meer beelden van Boris te zien. Wil je sommige producten nakijken, dan zet ik ze in de beschrijving neer met linkjes als ik ze zou kunnen vinden. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Tot in de volgende video.